J op je achterbeen, achterbeen neer. En? Mijn naam is Lisbeth Wiertz. Zelfde terug. 3 keer. 2 en 3. 2 en 3. 2 en 3. Tillen arm toch hoog. Een danser word je niet in 3 weken. Een danser word je heel langzaam. En dat groeit mee. Dat groeit mee met de persoon. Daarom moeten dansers ook heel vroeg beginnen. Want dans is een heel breed ding. En je hebt aanleg voor iets misschien een beetje meer en voor iets een beetje minder. Je moet sowieso aanleg hebben voor dans, want anders mag je niet binnen. En strek. À la seconde. Extra strek. Rol af tweede. En strek. En sluit voor je. Die nam hem mee. En naar achter. En maar niet doorhangen. En ja, dat is beter. Wat mij betreft moet een goede danser punt 1 en een goed fysiek moet hij hebben. Dat kan niet anders, want daar doe je alles. Daar breng je het mee tot uiting, maar daarbinnenin moet een artistieke kwaliteit zitten. Een goede danser moet inventief zijn, moet creatief zijn. En daar heb je een behoorlijke dosis inlevingsvermogen voor nodig. En ook zoeken in jezelf, maar het is niet anders dan een acteur. Alleen is het een ander middel. Arm eerste, détourné, demi-plié, tendu seconde. Geduld, doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen. Want een danser groeit door die kritiek die hij krijgt. En dat is nogal wat. En sommige mensen zijn heel mild in hun manier van praten. Maar je hebt ook mensen die behoorlijk hard zeggen dat iets niet correct is. Nou, dan moet je kunnen incasseren, want de kritiek maakt jou beter. Trek je rug omhoog. Blijf je het. Mooi scheven is ook niet lelijk, hè? Dubbel, ta-ta-ta, su, su, détourné en been gaat uit. Het fijne aan de danswereld tegenwoordig is dat juist het individuele wordt gewaardeerd. Dus we hoeven niet meer allemaal hetzelfde te zijn. Juist dat wat een danser eigen is, wat hem maakt tot die persoon als danser, daar is men naar op zoek.